Nou, meer, ik denk vooral bij Philips, dat ze bijvoorbeeld ook nooit... Ze deden nooit moeilijk dat we handschoentjes aan hadden bijvoorbeeld. En dan waren wij met werken bezig die voor miljoen of een paar miljoen werden geveld. En dan zeiden ze ja wel voor de grap van, oh, moet je niet laten vallen. Maar ja, als het beschadigt, dan stoppen we het gewoon achter de muur, zeiden ze altijd. Dus dat soort dingen. Gewoon een hele gekke relatie met heel veel, heel duur werk. Dat elke, ja, we werkten daar gewoon met allemaal andere jonge kunstenaars. En die doorloop was ook enorm. Dus elke maand hebben ze 2, 3 veilingen waar je ook weer steeds dezelfde werken terug ziet komen. En ja, het is allemaal heel abstract eigenlijk worden daardoor. Yeah. En op Freeze is het denk ik vooral, ja, je hebt daar allemaal van die lounges van de Deutsche Bank waar je niet in mag. En je weet gewoon nooit wat een werk kost. Je weet niet hoe dingen gaan. Er is ook een pre-VIP opening waar je dan nooit terecht komt. En het moment dat je zelf als bezoeker daar binnenkomt, is eigenlijk alles al verkocht. Ik werk nu ook voor een galerie daar uit New York. En het moment dat wij... dat de gewone bezoeker is, dan is de helft van de booth is alweer, moeten we alweer hebben veranderd in de ochtend, moeten we nieuwe werken ophangen. En die soort van hele abstracte manier van met die werken zelf omgaan, die vond ik interessant. Ja. Mm-hmm. En is dat een soort van schaduwwereld? Zo klinkt het in ieder geval een beetje nu, zoals je het vertelt. Zeg maar, ja, betrokken nou ja, aan het oog van de normale... Ja. Kunstbezoeker. Ja, en dat die achterkamer van de galerie, die vond ik altijd al wel interessant. En bij galeries is dat nog echt een plek waar, ja, een soort van de backroom, waar ook echt werken worden verkocht die niet in de galerie hangen. En ik weet niet, de schaduwkant komt er voornamelijk in op het moment dat ik werken ging maken over die belastingontduiking. Maar tot dan toe was het vooral een interesse in de manier waarop al die werken, ja, behandeld worden en eigenlijk ook een soort van geheimzinnigheid om zich heen hebben van hoeveel geld erin omgaat. En ja. En is dat dan een essentieel andere behandeling dan je bijvoorbeeld op een academie of op een... Ja, op een academie praat je gewoon waar het over werk over gaat. Ja. En niet hoeveel het gaat kosten. En je praat niet over de manier waarop een carrière bijvoorbeeld invloed heeft, of de manier waarop onverkoopbaar werk ook beïnvloedt hoe een heel verkoopbaar werk bijvoorbeeld de prijs omhoog brengt. Op de academie ben je gewoon met elkaar aan het praten over het werk zelf. En ja, dat is eigenlijk het moment dat je die kant van de kunstwereld betreedt, is dat bijna helemaal afgelopen. En dan gaat het alleen maar over... Het heeft er nog wel mee te maken, want het is natuurlijk wel goed. Verzamelaars weten natuurlijk ook dat bepaalde kunstwerken ook... Ja, die, in het Engels kan je dan zeggen hedgen. Dus die krijgen een soort van meerwaarde doordat er ook op een hele conceptuele manier en interessante manier ook over het werk wordt gepraat en geschreven. Maar uiteindelijk zijn het ook vaak voor dat soort kunstenaars toch werken die verkoopbaar zijn, die dan die prijs weer... Ja, die zijn dan eigenlijk, hebben die meerwaarde gekregen doordat het er een soort verhaal is, wat ook een bepaald onderdeel is van iemands kunstwerk. Ja, dat draagt economisch bij als er, ja, als er interessant over gepraat kan worden, even cynisch gezegd. Ja. Dat draagt bij aan de marktwaarde. Ja, ja. En ja, ook dat verhaal vond ik ook interessant. De manier waarop er eigenlijk over werk wordt gesproken en ook welke werken dan uiteindelijk verkocht worden van een kunstenaar. En nou ja, dat heeft dan ook weer te maken met de... misschien de grootte van een kunstwerk, of dat je het makkelijk kunt vervoeren. Of, Het zijn eigenlijk de banalere aspecten, zou je kunnen zeggen, van, ja, van de kunstwereld. Ja, ja. Wat is het meest schokkende wat je bent tegengekomen? Toen ik het begin van die serie over de belastingontduiking, dat was wel heel interessant. Toen was ik iemand tegengekomen die heel veel wist over... de manier waarop er binnen een bepaalde galerie die heel groot is in Londen en ook weer een andere versie heeft in Hongkong en één in Milaan volgens mij. Waarmee hij eigenlijk die cliëntellen hielp om belasting te ontduiken middels het allemaal geldstromingen die je dan weer doordat je in binnen Freeports bijvoorbeeld een kunstwerk kunt verkopen. Ja, dat moet je even uitleggen. Hoe werkt het technisch? Stel, ik ga naar die galerie toe en zeg: ik heb heel veel geld, help mij belasting te ontduiken. Wat gebeurt er dan? Ik denk niet dat zij per se op die manier naar... maar ik denk wel dat zij praten over in termen van investering en assets. En
Wat een goede investering zou kunnen zijn om jouw geld bijvoorbeeld veilig te stellen. Of wat ook nog in de toekomst een goede investering blijkt te zijn. Yeah. En wat je dan kunt doen is je kunt ofwel binnen een Freeport een deal sluiten. En dan praat je wel echt over ook wel Picasso's en dat soort dingen. Dus niet per se hedendaagse kunst, hoewel dat er ook in terecht komt. Mm-hmm. Maar ja, je kunt bijvoorbeeld als je in Londen zo'n werk koopt, dan kan je het tijdelijk bijvoorbeeld invoeren. Wat uiteindelijk betekent dat je het niet tijdelijk invoert, maar gewoon per 10 jaar bijvoorbeeld. En dan moet het af en toe, moet de galerie het weer meenemen naar een soort beurs. En dan wordt het even ingevoerd in een ander land. En dan komt het de volgende dag weer terug. En als je dat binnen een Freeport doet, dan als je zo'n deal binnen een Freeport doet, dan blijft het daar ook. Dus dan het moment dat je zo'n deal sluit voor, stel je wil een Picasso hebben, dan ga je dat die Picasso niet zelf aan de muur hangen, want dan moet je invoerrechten betalen. Moet je invoerrechten betalen, ja, je moet BTW betalen. Mm-hmm. Maar ook doordat je het blootstelt aan licht en de ruimte en dat soort dingen, wordt het veel minder waard. Dus je wil dat het goed bewaard blijft en daar zijn die Freeports voor. En die zijn helemaal ingericht om met climate control en weet ik veel wat allemaal, om die kunstwerken vaak nog beter dan in hedendaagse musea te kunnen bewaren en helemaal optimaal te kunnen beschermen eigenlijk voor alle invloeden van buitenaf. Oké, dus dat is de Freeport, de klimaatkluis, zeg ja, maar, zo te zeggen. Ja, ja. En daarbinnen weet eigenlijk niemand wat er gebeurt. Dus niemand weet welke werken er in zo'n Freeport zijn. Niemand weet ook aan wie welke werken worden verkocht en door wie en voor hoeveel. En dat betekent dus dat zelfs je eigen partner bijvoorbeeld helemaal niet hoeft te weten dat jij in het bezit bent van een Picasso ergens. Dus het moment dat je gaat scheiden bijvoorbeeld, komt dat helemaal niet naar buiten, omdat niemand weet dat jij dat schilderij ergens nog in die Freeport hebt. Ja. Omdat het vaak op van die plekken zit, zoals in Zwitserland en Singapore. En je hebt daar van die belastingregels waarbij je beschermd wordt. En aan de andere kant betekent het ook niet per se dat je dat kunstwerk nooit kunt zien. Want je kunt ook weer vanuit die Freeport het werk tijdelijk invoeren. Of nou ja, dus tijdelijk tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. En dat betekent dat ze dus feitelijk gezien wel in jouw galerie of in jouw kamer of even waar dan ook te zien kunnen zijn. Maar dat ze op papier nog ergens anders in zo'n Freeport zitten. Wat is het nut van die Freeports eigenlijk? Want het wordt dus eigenlijk misbruikt om invoerrechten en BTW te ontduiken. Ja. Maar waarom zijn ze ooit überhaupt opgericht? Daarvoor. Oké. Okay. Ja, nou ja, historisch gezien komt het wel uit de, zijn het gewoon entrepôts. Dus dat zijn gewoon grote warehouses waarbinnen je goederen, bulkgoederen, in het begin van de kapitalisatie van in de jaren 50 ongeveer, 40, dat je bulk kunt opkopen, tijdelijk kunt vastzetten ergens en dan als de prijs omhoog gaat, kun je het weer verkopen. Hmm. Maar in de tijd ertussen is het uitgegroeid tot iets waarbij je dus goederen kunt vasthouden aan de grens, waar een soort van wetteloosheid, of ja, het is niet echt wetteloosheid, maar waar een soort van andere regels gelden dan in de normale wereld. En daardoor kun je dus dingen opslaan. En je hebt ook bijvoorbeeld freeports voor hele dure wijnen en voor andere goederen. Je hebt niet alleen maar kunstfreeports, maar goederen die veel waard zijn, die kun je daar ja een soort van beschermen eigenlijk. Ja. En is dit illegaal dan eigenlijk wat er gebeurt? Zou je nee. zeggen? Of is het heel slim gebruik maken van ja. regeltjes? Ja, want je hebt natuurlijk verschil tussen echt belastingontwijking en belastingontduiking. Ik weet even niet. Ik denk dat dit meer belastingontwijking is eigenlijk. En niet ontduiking. Maar ja, het gekke is wel dat het natuurlijk ook totaal ondemocratisch is. Dat het alleen maar toegankelijk is als je heel veel geld hebt. Want ja. voor een normale persoon is het niet. Je kunt niet als normaal persoon ook belasting vermijden in dit geval. Maar het is gewoon heel slim gebruik maken van de regels. En ook in Europa zijn er ook natuurlijk heel veel in de globalisatie van sowieso van de wereld is dit ook een meer probleem wat eigenlijk groter wordt. Maar ook binnen Europa zijn er ook weer allemaal verschillende regels. Ook al bestaat de EU en toch heb je nog in Europa ook allemaal verschillende invoerregels per land bijvoorbeeld. En in de Verenigde Staten kun je ook bijvoorbeeld veel goedkoper iets invoeren via Delaware dan via
New York, omdat New York wel hogere invoerrechten heeft dan Delaware. En dus in Delaware zitten heel veel kantoren. En ja, het zijn allemaal soort van mazen in de wetten die heel slim worden gebruikt om dit soort praktijken te doen. Ja, dan denk jij daarin. Ik neem aan dat je dit... Is dit een smerige praktijk te noemen? Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, bijvoorbeeld in de galeriewereld noemen ze het dan bijvoorbeeld... Hebben ze het over dirty shippers. Dat zijn dan shippers die bijvoorbeeld wel meedoen met... Als jij iets wil terugsturen naar een ander land... Omdat je het... Je hebt in de tussentijd al een ander werk erin gedaan bijvoorbeeld. En dan stuur je het terug. En dan... Die shipper weet heus wel dat het een soort van foute boel is. Maar die faciliteert dat. Dus, een soort koerier, een transport tussen persoon. Dus, ja. En die zijn heel belangrijk bij kunsttransport, omdat zij eigenlijk de enige zijn die al die papieren doen voor de douane. Dat is gewoon een. Dus ja, dus sketchy is het. Ja. En dan weet je dit allemaal, of dan heb je dat een beetje uitgezocht. En dan moet er nog werk komen natuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld This Way Out, is een van je werken die hierover gaat. Ja. Hoe heb je de beeldtaal daarvoor gevonden? En leg uit wat is het voor werk geworden? Ja, het is een video-installatie ook met een soort sculptuur-schilderijen eigenlijk. Het was in een galerie in Parijs en dat was het is er nog steeds. Het is een façade van allemaal glas en de galerie is eigenlijk maar een halve meter diep. En ik was voor dat werk eigenlijk op zoek naar hoe dat gevoel dat je al ook als dat ik heb ook inderdaad, je hebt die research gedaan en je komt erachter allemaal van dat soort feitjes, maar dan uiteindelijk wat doe je daarmee? Dat gevoel wou ik eigenlijk overbrengen in dat werk. En dat heb ik gedaan door een video te maken die geprojecteerd werd op een sticker die op de ramen zaten. En dat werd gemaakt van frosted glass. Dus dat is een beetje van dat melkachtige glas. En dat kom je eigenlijk overal in die beeldtaal tegen. Dus dat was een van de eerste soort van dingen die mij opvielen op het moment dat je naar de websites gaat van dat soort freeports, is dat alles natuurlijk een soort van ook gehuld is in zichzelf, in een soort van mystiek. En dat kan je ook gewoon zien aan de manier waarop ze omgaan met materialen. Er is heel veel beton. En een ander onderdeel van de installatie zijn drie schilderijtjes die zijn gemaakt, zijn handgemaakte schilderijtjes. En dat zijn eigenlijk allemaal replica's of hebben weer een andere bedoeling. Het zijn allemaal, het zijn drie verschillende werken die op de bordjes van emergency exit bordjes zijn gemaakt. Van die groene bordjes? Ja. Waardoor je weet, hier moet ik vluchten. Ja, en een van de grote freeports die heeft een soort van promotievideo op. Die kan je ook eigenlijk normaal niet zien, maar ik heb er ook een beetje een sport van gemaakt om op die websites dan heel goed te zoeken naar allemaal onderliggende pagina's waar je weer een soort van promotiemateriaal kunt vinden. En één daarvan was een soort 10 minuten lange video over eigenlijk de grandeur van zo'n kluis. Mm-hmm. Waarbij een soort van drone-achtig persoon eigenlijk door die ruimte soort van zweeft om te laten zien, kijk, en hier hebben we ook nog dit soort van showroom ruimte. En dan gaat hij verder en dan laat zo een beetje allemaal ruimte zien die denk ik eigenlijk helemaal niet gebruikt worden om kunst in op te slaan. Want ik kan me voorstellen dat het allemaal in rijen, in misschien kratten of zo staat. Ik heb eigenlijk geen idee. Het enige soort van teken van het gevaar van buitenaf was nog dat je daar van die nooduitgangbordjes had. En ook het zijn natuurlijk van die rennende mannetjes. En ik vond dat ook een soort mooi idee van, oh ja, er is nog een mens hier die dan moet rennen als er nog vuur komt, wat waarschijnlijk gelijk gedoofd wordt. En het is het griezelige, bijna vol automatische wereld. Dus eigenlijk zeg jij zo'n klimaatkluis waar... Ik weet eigenlijk, ik bedoel, ik ben er nog nooit binnen geweest. Dus ik moet het baseren op de esthetiek die zou ik zelf gebruiken in van dat soort video's. Maar ik vond het interessant dat het eigenlijk zo anoniem is en zo... Ja. Ja,
er is geen teken meer van de mens eigenlijk. En ook die verbinding die ik zelf heb met kunst en kunstwerken en hoe persoonlijk dat soms kan zijn, die is ook helemaal weg daardoor. En het wordt helemaal gereduceerd tot een soort van, ja, je moet in een kluis en het moet bewaard worden op, weet ik veel, 7 graden of zo. En, wie zouden de cliëntelen zijn van deze klimaatkluizen? Zijn dat oliesheiks en zo? Ja, nou ja, in ieder geval weet ik dat een van de, er is Yves Bouvier, dat is een Zwitser. En die is ook in allemaal rechtszaken verwikkeld geraakt, omdat hij aan een oliesheik bijvoorbeeld, of een, in ieder geval een Russische, ja, volgens mij was het wel een soort van oliepersoon. Ja. Had hij allemaal werk verkocht wat eigenlijk veel minder waard was. Ja, dat kan natuurlijk gewoon. Er is ook helemaal geen basis waarop je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Maar hij heeft wel die rechtszaak volgens mij verloren. En hij is ook een tijdje de bak ingegaan, geloof ik. Maar dus dat, ja, ik denk, ja, de oliesheiks en misschien ook wel tech mensen. Ik weet niet wie. Nee, ik weet niet. En dat is ook precies de bedoeling dat je daar nooit achter komt natuurlijk. Ja, ja. En ook zelfs, denk ik, voor de mensen in de omgeving. Die, ja, als je wil natuurlijk nooit dit soort investeringen ook helemaal naar buiten komen, want daar heb je niks aan. Je wilt gewoon hebben en houden en bewaren voor wanneer je het nodig hebt, denk ja, ik. Precies. Ja. In ieder geval voor die kleine selecte groep die het echt om het handelen doet. Ja. 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 Je gebruikt ook andere manieren eigenlijk om de structuur van die kunstwereld te onderzoeken. Bijvoorbeeld wat ik al even noemde in de introductie. Je hebt een tijdje een galerie gehad en dan zet je een advertentie voor met name mannelijke krachten. Ja, het was niet dat ik zelf die advertentie heb gezet en het was ook niet in de krant, maar het was een de reden waarom ik die galerie was begonnen was eigenlijk omdat er heel veel gedoe was op die master. Dus de baas van de hoofd van de master, die dat was eigenlijk dat waren eigenlijk twee mensen. Eentje die was heel inhoudelijk en daar had ik heel veel mee te maken en de ander was een hele zakelijke persoon die wij nooit zagen. En die had gewoon heel erg de rol op zich genomen van de school als, of de universiteit eigenlijk als bedrijf. En er moest op allerlei manieren bezuinigd worden bijvoorbeeld, omdat er niet genoeg quota gehaald werden. Dus ze hadden dan bijvoorbeeld te weinig Amerikaanse studenten aangetrokken. En daardoor hadden ze te weinig collegegeld binnengehaald als afdeling. En dan moest er gekort worden op onze uren. Het werd gewoon heel duidelijk. Wij kregen dan in het tweede jaar bijvoorbeeld minder uren met bezoekende kunstenaars en dat soort dingen, omdat zij gekort waren financieel op, omdat zij een bepaalde quota niet hadden gehaald. Mm. En die man die kwam dat steeds soort van uitleggen aan ons. En toen ik af ben gestudeerd, zijn ze ook verplaatst. De hele master is verplaatst van op de campus naar een plek buiten de campus, omdat ze weer ruimtegebrek hadden en dat soort dingen. Dus ze speelden heel veel op die master. Waaronder het feit dat er aan de ene kant heel veel financiële middelen dus gekort waren. Aan de andere kant begon de hoofd van de afdeling zelf een galerie met privaat geld, wat dan weer binnenkwam, waar ook binnen hij heel veel geld heeft opgehaald door een soort van veiling te doen met allemaal voor young British artists, de YBA's, die allemaal op Goldsmiths hebben gezeten. En later ook bijvoorbeeld Laura Prouveau. En nou ja, heel veel van die nu hele bekende kunstenaars, die hebben dan een werk gegeven eigenlijk, of een soort giften waren dat. En die heeft hij geveild om weer geld op te halen voor een soort heel megalomaan project, wat precies op die plek waar wij als masterstudenten onze studio hadden, om daar dan die galerie voor te maken. En voor die galerie zochten ze een galeriedirecteur. Ah, okay. En toen heb ik dat bericht uiteindelijk. Nou ja, ik had dus die galerie al, ik had dat Goldsmiths Gallery genoemd. En dat kreeg eigenlijk een soort van onder ons, bedoel, was verder niet bij, denk ik, bij een andere generatie of zo bekend. Maar ik had ook wel dat sommige mensen dan een review kregen bij AQ&B. Dat is dan een beetje zo'n bekende online review plek. En dus het kreeg een beetje een soort van cultstatus, die galerie, zonder dat er ooit echt een echte galerie was. Hoewel het was een fysieke plek, maar het was omdat onze master in een zwembad was, was het in een badhokje, een kleedhokje. Oké. Okay. Dus het was heel klein. Het was eigenlijk, elke maand hadden we een opening. Maar online had het een veel grotere
impact eigenlijk, omdat ik ook heel veel interviews en podcasts deed en dus af en toe zo'n review. En dus toen heb ik die via die Goldsmiths Gallery die job uitvraag heb ik toen, die vacature heb ik gedeeld, dank je. En toen is dat eigenlijk een soort van ontploft, omdat mensen dachten dat die galerie Goldsmiths Gallery zou gaan heten, omdat ze die naam nog niet hadden bekendgemaakt. Ik had ook een website, uiteindelijk met mijn eindexamen was ook die website, stond ook te koop, dus die URL van goldsmithsgallery.com of .co.uk, ik had ze allebei trouwens, voor het geld van mijn tuition fee, moet je me weer helpen, collegegeld. Uh-huh. Dus dat uiteindelijk kon die galerie ook, had ik aangeboden om voor het collegegeld die website overnemen. Oh, ja. Omdat ze nog steeds niet de naam hadden bekendgemaakt. Maar die, ja, dat ontploft een beetje op Facebook. En is dat dan een werk? Zie je dat als werk? Is het een interventie? Het hele project was wel een werk, denk ik. Alleen, het was ook weer... En dat is eigenlijk met infrastructurele kritiek, zo noemde ik het dan een beetje. Of mm-hmm. Misschien in dit geval was het ook al institutionele kritiek. Is het ook weer moeilijk om daarna op te reflecteren eigenlijk. Omdat als die tijd eenmaal voorbij is, dan moet je dus heel veel uitleggen. Bijvoorbeeld zoals ik nu doe. Zoals nu, ja. voordat mensen begrijpen wat die impact dan was. Of wat, ja. wat dat... Ja, dus die interventie, dat is wel deel van mijn werk. Alleen, achteraf gezien is het dan moeilijk om dat nog als je werk te zien. Omdat je dan al die achtergrond steeds moet geven. Ja. Hoe denk je eigenlijk nu over die hele kunstwereld? Is die in essentie geld gedreven? Want heb je op dat onderwerp heb je natuurlijk nu gefocust. Mm. Of denk je, nee, dat zijn een paar rotte appels om ze zo te noemen. En de basis is gewoon een op kunst gedreven markt? Ik denk dat het er allebei is en dat het allebei naast elkaar bestaat. En dat het één zeker... Het is niet alsof dat twee afgescheiden werelden van elkaar zijn. Maar ik denk dat het wel... Het is ook een beetje pessimistisch om erover na te denken op de manier van het is allemaal geld gedreven. Alleen die markt is gewoon op sommige plekken veel prominenter dan op andere plekken. Dus bijvoorbeeld hier in Amsterdam, als je naar een, zelfs als je in een galerie of zo komt, dan kan je gewoon een prijslijst krijgen. En is het ook af en toe nog wel te betalen als je, weet ik veel, hard werkt ja. en geen kunstenaar bent. Ja. Ik denk dat het het is een beetje een soort van... Het zijn een soort van parallele wereld die heel veel met elkaar te maken hebben, maar die wel op een andere manier ook functioneren en ook dat werk... Ja, het is ook gek hoe sommige kunstenaars, als ze best wel jong zijn, al in één keer heel erg beroemd worden. En ik vraag me ook altijd af hoe is dat dan voor hun? En op welke manier kunnen zij dan nog werk maken wat zij zouden willen maken? Of moeten ze dan worden ze dan helemaal opgenomen om steeds dat werk te maken? Omdat er heel veel vraag naar is. Staat naast elkaar, denk je eigenlijk? Ja, dat denk ik wel, ja. En heeft de ene de overhand, zou je zeggen? Ja, mondiaal gezien denk ik wel dat het... Ja, ik denk dat er gewoon heel veel mensen ook zijn die niet zoveel van kunst weten, maar wel bijvoorbeeld kunst mooi vinden en er af en toe naar kijken, maar niet heel erg in de kunstwereld zitten. Mm-hmm. En ik denk juist dat er onder kunstenaars bijvoorbeeld een hele grote groep is die werk maakt eigenlijk voor elkaar. En dat het nooit een soort groter publiek bereikt, maar dat het ook prima is, maar dat die ook wel heel erg... Ja, zeg maar de mensen die daarboven komen drijven, die zijn eigenlijk niet beter of die maken niet per se beter werk. Alleen die zijn gewoon voor een groter publiek, denk ik, interessanter. En het is misschien makkelijker om over hun werk te praten. En dat leidt dan uiteindelijk tot die hele soort van excess waar het werk heel veel geld waard voor heel veel geld, waarvan het werk heel veel geld waard wordt. Terwijl... Dus dan zitten ze in allebei de werelden, zeg maar. Ja, maar die mensen hebben ook gewoon, weet ik veel, bij mij in de klas gezeten. Of ja. Je kan het zelf nog wel worden. Ja, toch? Maar ik denk niet dat ik zo op die manier. Ik denk dat mijn werk heel moeilijk in
Ik denk dat het bijvoorbeeld wel... het is niet een soort van bescheidenheid, hoor. Dat ik denk van, oh nee, dat gaat nooit lukken. Maar ik denk wel dat er bepaald werk... dat je gewoon heel duidelijk moet kunnen afbakenen... waar je werk over gaat. En dat heb ik helemaal niet. En dat vind ik ook helemaal niet interessant eigenlijk. En dat is ook voor mij... Ja, het is niet mijn doel of zo. Mijn doel is meer... Ik wil werk kunnen maken en ook het werk kunnen maken wat ik wil maken. En op welke manier dat kan... Dat is tot nu toe niet door de verkoop van werk bijvoorbeeld. Nee, niet bepaald erdoor. Dus nee. Eigenlijk als soort van, als we jou even de kunstantropoloog noemen, zeg maar, dan zie je twee werelden. Dus waarin kunstenaars vooral met elkaar communiceren en vooral over de betekenis het hebben. Ja. En inderdaad, die zakelijke kant van mensen die misschien minder om de betekenis geven. Er zijn wel meer kanten, hoor, maar ja. Maar grofweg is dat een soort van... En je hebt ook nog de institutionele kant en nog de weer maatschappelijke kant. Maar ja, er zijn verschillende kunstwerelden die eigenlijk naast elkaar bestaan, ja. Hoe verhoud jij je inderdaad tot die, laten we zeggen, die andere kant die vooral in zakelijke belangen geïnteresseerd is, zeg maar? Wil je daar aan meedraaien als kunstenaar? En kun je daaruit onttrekken? Ik denk niet dat je er actief uit hoeft te onttrekken. En dat is ook niet hoe ik me daar zelf toe verhoud. Maar het is wel een soort hele abstracte wereld voor mij. Waarvan ik ook helemaal niet echt het idee heb dat ik daar nu dichterbij... Dat ik nu beter begrijp wat er allemaal in omgaat dan een paar jaar geleden. Ja, het is nog steeds even afstandelijk eigenlijk. Je krijgt er helemaal geen toegang toe. Maar het is ook niet alsof ik daar heel erg naar op zoek ben, denk ik. Mm. Maar... ik vind het ja net zoals dat je in het leven of zo dingen zo onnoembaar interessant kunnen zijn omdat je niet begrijpt wat er gebeurt. Zo is hetzelfde eigenlijk in de kunstwereld. En hoe afstandelijker een bepaalde dynamiek of zo in zo'n groep aan de hand is, hoe interessanter ik het vind om daar iets meer over te weten. Maar ik hoef daar niet zelf bij te horen uiteindelijk. Nee. Ja. Waar ik wel eigenlijk benieuwd naar ben, is stel dat je nou wel ineens met een nieuw kunstwerk helemaal doorstoot tot die... Stel dat je werk in een freeport komt, zeg maar. Zou dat voor jou een bezwaar zijn? Ethisch gezien bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Nee, ik denk het niet. Nee, maar het is wel... het zou wel consequenties hebben, denk ik, voor de manier waarop mijn werk gezien wordt door... een heleboel mensen en ook de discussie aan... de manier waarop ik een discussie bijdraag, ja of nee. Yeah. Maar ik denk niet dat het een probleem is als je werk verkocht wordt, bijvoorbeeld. Of als het ergens bewaard blijft. Alleen, de Freeport is zo'n... ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat je werk in een Freeport... terechtkomt als het niet ergens ooit de bedoeling was om daarin terecht te komen. Omdat het is zo'n soort van uit was bijna van wat kunst is of zo. En ik, maar als het super populair is, dan kan dat toch gewoon? Als het nou een heel goed werk is? Ja, maar het moet wel een bepaald soort werk zijn. Dus je kan... Ja, wat zijn de regels? Nou, het moet geen videowerk zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het moet een plat werk zijn bij voorkeur. Het moet... niet te ingewikkeld in allemaal verschillende kratten zitten. Ja, het moet gewoon klein zijn. Dus je moet je betaalt gewoon per oppervlakte. En het moet ook wel echt gigantisch veel kosten. Wil het de moeite waard zijn om daar uiteindelijk dat vast te houden eigenlijk. Ja. Dus klein, mooi en heel duur. Ja, en je moet ook al bekend zijn. En het moet ook makkelijk zijn om te voorspellen, denk ik. Dat je werk daadwerkelijk ook groter gaat worden. En dus het moet ook goed zijn samen te vatten voor wat het is. En dat verhaal moet gewoon duidelijk zijn. En ook niet te veel veranderen. Want veranderlijkheid is nooit goed met voorspellingen. En als dingen te veel veranderen, dan houden beleggers niet van. Nee. Ja, precies. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, als je er cynisch naar kijkt... de kunstwereld heeft deze mensen ook nodig. Mm-hmm. Die pompen heel veel geld rond. Die krikken ego's op en reputaties. Ja. Best een nuttige sexy. Ja, dat denk ik ook eigenlijk. Ja, ik denk niet dat het... Ik ben ook niet echt een idealist in die zin. Ik denk niet dat het
nodig is om dat af te schaffen. Of om te. Ik denk wel dat het gewoon globaal gezien goed zou zijn als belastingontduiking. Ik ben wel voor dat iedereen zijn belasting betaalt, bijvoorbeeld. Ja. Maar het feit dat er zoveel geld in omgaat, is ook. Dat is ook een manier om. Dat helpt mij ook ergens. En het helpt, denk ik, iedereen in de kunstwereld om het ook te blijven behouden. En ja, het zou denk ik een heel ander. Zou heel anders zijn als er geen geld om zou gaan in de kunstwereld. Wat zou het verschil zijn? Wat heb je te danken aan die. Als Nederlandse kunstenaar, wat zou je te danken hebben aan die, dat hele systeem en al die rijke mensen? Nou, persoonlijk bijvoorbeeld, dat ik altijd werk heb als kunsthandler. Dus als iemand die al dat werk opbouwt en als technician. En dus het is ook een soort van vangnet waarbinnen je altijd ook weer geld kunt verdienen zelf. Ja. Maar ik denk ook. Het is toch wel, denk ik, nodig dat er ook bepaalde mensen wel, om een soort van kanon te bouwen, en geschiedenis, en dat ook heel belangrijk is. Ik denk niet dat het belangrijk is dat er alleen maar bepaalde mensen toegang daartoe hebben. En ik vind dat er veel te veel poortwachters zijn, overal. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat het, ik denk niet dat het heel anders kan. Ook dat het heel anders kan eigenlijk. Ik denk dat het gewoon een soort van automatisme is dat er bepaalde dingen ook weer andere mensen vooruit helpen. En die mechanismen zijn gewoon ook belangrijk om iets voor te borduren of zoiets. Yeah. En in de geschiedenis. En, yeah. En daarin is het ook wel mooi. En daarin is het ook prima eigenlijk. Dat yeah. Dat er ook geld mee verdiend wordt en zo. Het is uitwas, maar het is ook. Het is prima, ja. Ja. Wat ik ook nog een heel mooi werk vond, is Mama Margot. Neem je ook een beetje de Nederlandse praktijk op de korrel. Want dit was eigenlijk vooral internationaal. Hè? Ja. In Nederland is het misschien net wat minder ernstig met die geld. Of met die kunsthandel. Ja. En specifiek de hoogdravende tentoonstellingstekst neem je op de korrel. Ja. Dus jouw moeder die maakt als amateurkunstenaar gewoon een mooie vrouwensculptuur. En jij verbindt dat dan theoretisch met Donna Haraway, feministische sociologe. Ja. En je legt er een hele chique laag van tentoonstellingstekst overheen. Ja. Ja, dat heeft eigenlijk ook te maken met waar we het eerder over hebben. Dus dat hedgen, dat oppompen van een werk. En de manier waarop er over kunst geschreven wordt. En heel vaak, aan de ene kant denk ik dat er bijvoorbeeld in Nederland te weinig geschreven wordt over kunst. Dus het moment dat ik een galerie of zo binnenstap of een expositie, dan na 5 jaar Londen mis ik die expositietekst toch ook wel af en toe. Okay. Maar aan de andere kant, ja, soms dan sta je gewoon voor iets en je staat gewoon voor een stukje aarde en het verhaal is zo opgepompt en zo absurd eigenlijk. Yeah. Dat het gewoon helemaal niet meer klopt met waar je eigenlijk daadwerkelijk naar aan het kijken bent. Ja. Yeah. En in het geval van die samenwerking die ik met mijn moeder, toen was ik heel erg bezig met proxy en wat kunstwerk. Op welke manier is ook zo'n expositie tekst eigenlijk een proxy geworden van het werk zelf? Dus op welke manier, ook zeker als je kijkt naar de manier waarop beelden en foto's en zo op internet verspreiden, is die tekst, wordt dat eigenlijk dat verhaal? En of is die tekst juist secundair? Want op heel veel websites verlies je dat. En of in portfolio's bijvoorbeeld. Als kunstenaar gaat het juist veel meer over beeld. Mm-hmm. Dus je zegt eigenlijk proxy, de vertegenwoordiging van het werk is die tekst. Hè? Die tekst die moet de essentie vatten van wat het werk is als object. Maar hebben die dezelfde waarde? Ja, en in sommige gevallen nemen ze het werk ook over. Worden ze eigenlijk het werk? En is dat kwalijk of niet? Of kan het ook interessant zijn om dat te doen? En, en wordt het werk daar misschien ook niet echt beter voor? Als je een goede verhalenverteller bent, dan wordt het verhaal ook daadwerkelijk beter. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Van wat heb je daarbij gevonden? Wat is je standpunt daarin? Nou, ik denk dus ook dat het. Ik was er in het begin heel cynisch over. En ik heb ook bijvoorbeeld een werk gemaakt waarbij. Of een expositie gemaakt waarbij. Mensen gewoon die expositie handout konden pakken. Maar in werkelijkheid waren het 3 verschillende teksten. Dus het was totaal random op welke manier die expositie inging eigenlijk. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een soort van experiment van oké, op welke manier
beïnvloedt dat het werk dan? En ik ging daar niet achteraf gezien nog mensen vragen van hoe vond je het of zo. Maar als oefening vond ik het wel interessant om te kijken, ja, op welke manier beïnvloedt die tekst het? En dat op dat moment was dat nog meer een was ik heel erg kritisch over die expositietekst. Terwijl, wat ik zeg, nu ik weer in Nederland ben, mis ik het wel vaak. Wat mis je dan? Wat gebeurt er niet? Achtergrond? Nou, ik denk dat heel vaak achtergrondinformatie over een project. Er zijn heel veel kunstwerken waarbij het verhaal van de manier waarop het gemaakt is en de research die een kunstenaar heeft gedaan of die wordt helemaal niet benoemd. Dus uiteindelijk wordt het dan eigenlijk beoordeeld op zijn esthetische kwaliteiten of misschien het gebruik van materiaal. Terwijl het verhaal minstens zo belangrijk is. En dat het is eigenlijk gek, want ik denk dat dat veel meer gebeurt dan misschien. Ja, ik weet niet of dat echt zo is, maar in de tijd dat het met schilderijen bijvoorbeeld is het verhaal minder belangrijk. Terwijl met conceptuele kunst, maar nu ook de werken die conceptueel interessant zijn, is het eigenlijk belangrijker, dat verhaal. Maar toch nog niet altijd komt dat er helemaal naar voren. En ik misschien komt dat ook omdat ik zelf een kunstenaar ben, dat ik dat interessant vind om dat te weten. En ook precies wil weten waar dat vandaan komt en wat de context is van het werk. Maar ja, soms vind ik het jammer dat het niet wordt verteld eigenlijk. En dat er niet een soort ingang is naar het werk. Maar dat het alleen maar het werk zelf is. Ja, dus want in het geval van het beeld wat jouw moeder gemaakt heeft, kun je zeggen een mooi beeld. En dan ben je er eigenlijk klaar mee als je geen context weet. Hè? Of je moet heel erg gaan zoeken naar wat doet het met de ruimte. Zijn natuurlijk heel veel andere criteria. Ja. Maar kan die tekst het werk ook beter maken inderdaad? Dat je er met andere ogen naar kijkt en daarom waarde krijgt? Ja, ik denk niet per se dat het in deze. Kijk, ik heb twee dingen gedaan in dat werk. Ja, de ene is dus om haar praktijk een soort van te recontextualiseren binnen het feminisme. Ja. Maar ik heb ook niet haar beelden zelf tentoongesteld, maar foto's gemaakt van die beelden. En die eigenlijk op zo'n manier gefotografeerd dat ze ook weer passen in de manier waarop er tegenwoordig heel veel kunst wordt gedocumenteerd. Namelijk in die hele witte ruimte met heel veel bewerking en heel veel eigenlijk heel hoog contrast, maar ook heel veel licht. En eigenlijk zodat het bijna lijkt alsof alle objecten zweven op een soort van website. Uiteindelijk is dat natuurlijk waar al die bewerking over gaat, dat het gewoon goed eruit ziet op internet. Yeah. En dan het feit dat ik die twee dingen heb gedaan. Ik denk dat dat dan weer het verhaal wordt wat ik dan vertel. En dat werk wel beter maakt. Of beter, maar dat het interessante is van de ingreep die ik heb gedaan binnen het werk wat mijn moeder dus heeft gemaakt totaal. Ja, grappig, want ook dit werk heeft dus eigenlijk best veel context nodig. Ja. Ja, wat helemaal niet erg is, maar dat maakt het wel een soort van ironisch natuurlijk, dat het ook weer. Ja. dus we moeten gewoon over kunst blijven praten eigenlijk. Daar komt het toch wel op neer. Ja, maar dat is ook. Ja, ik weet niet. Op mijn master was ik ook bijvoorbeeld heel erg bezig met onderzoeken van wat. Je kunt gewoon kunstwerken neerzetten, maar uiteindelijk gaat het over het gesprek die plaatsvindt eigenlijk in die negatieve ruimte van kunst. En dat vond ik wel heel. Hoe bedoel je negatieve ruimte? Nou ja, ik weet niet. Het is misschien een beetje zo'n sculptuurachtige term. Maar gewoon een. Stel deze lamp, die heeft een. Ik weet niet of iedereen dat kan zien. Maar die heeft de lamp, maar die heeft ook die ruimte daaromheen. Die heeft ook met die lamp te maken. En daar binnen die ruimte vindt, als je naar een galerie gaat, eigenlijk dat gesprek plaats. En dat is misschien wel. Dat is natuurlijk onderdeel van die sculptuur zelf. Ja. En dat gesprek in mijn werk heeft ook wel heel vaak. Niet per se dat het een gesprek is, maar die tekst of dat verhaal, dat heeft wel een grotere rol. Dat is dus niet alleen maar het object zelf. Sinds je in Amsterdam bent weer, zei je, ja, die kunstmarkt die staat meer op afstand nu en ik ben meer spiritueel bezig. Ja, ja. Dat was ik altijd al wel, maar ik ben het nu een beetje in mijn werk aan het betrekken, eigenlijk voor het eerst. Ja. Hoe kan het dat die stad daar zo invloed op heeft, Londen versus Amsterdam? Nou, het is ook het feit dat het in Londen bijvoorbeeld heel moeilijk was om daar een beetje mentaal gezond te blijven, letterlijk. Omdat het zo druk is en er zoveel aan de hand en er zoveel competitie. En
Ja, ik werd er ook een beetje verstikt van. Dus... Meer dan in Amsterdam, want dit zeggen sommige mensen ook over Amsterdam natuurlijk. Ja, maar het moment dat ik terugkwam in Amsterdam was het echt verademing om hier een beetje rond te fietsen. Mm-hmm. Dus voor mij, het heeft met die stad te maken omdat er eigenlijk helemaal geen ruimte is in Londen ook om een soort van zelfonderzoek te doen. En hoewel ik daar wel mee bezig was, maar ik vond eigenlijk ook weinig aansluiting daarmee met... Mm. Ook met mensen uit van mijn master bijvoorbeeld of andere kunstenaars. En hier is er, ja, ik heb het gevoel dat het een beetje is opengebroken voor mezelf hier. En ik heb dat heel lang eigenlijk een beetje genegeerd, die kant, dat zelfonderzoek. En nu is het voor het eerst dat het weer terugkomt in mijn werk eigenlijk nadat ik wel ook vroeger heel veel psychedelische videokunst maakte bijvoorbeeld. Kijk. Want jouw nieuwste videowerk of geluidsinstallatie, hoe moeten we het noemen, gaat ook over een drugstrip door jouw leven. Omschrijf even waar het uit bestaat. Ja, het is eigenlijk een heel lang gesproken gedicht. Het is wel een videowerk geworden. Het was aanvankelijk bedoeld als geluidswerk. Maar het zijn eigenlijk steeds scènes waarin video... beelden van een model van een curator in Londen waar ik die show ga doen. Die heeft een projectruimte in een schaalmodel wat recentelijk is geopend. En daar heeft hij eigenlijk verschillende shows van publiek werk. Hoe groot is het? Is het is anderhalve meter bij 1 meter. Oh, okay. Ja, dus het is een onuitgevoerde legerbasis, geloof ik. Die dus een soort van proposal voor een gebouw wat nooit is gemaakt. En daarbinnen heeft hij kunstenaars gevraagd om een soort van interventie te doen. Dus ik heb dat model helemaal gefilmd. En die beelden die zijn eigenlijk gesneden met een gedicht van ongeveer 7 of 8 coupletten. Heet dat zo? Strofes. Ja, ja. En die wat gaan over allemaal verschillende drugservaringen die ik heb gehad, maar ook over paniekaanvallen en over meditatie en over eigenlijk allemaal verschillende positieve, negatieve aspecten van dat soort van zelfonderzoek wat in die afgelopen 6, 7 jaar of zo heeft plaatsgevonden. En de manier waarop de kijker eigenlijk in dat model ook soort van rondzweeft, dat perspectief verandert ook steeds met het perspectief van het verhaal. Hmm. Ja, het is eigenlijk een heel... Het is een beetje een droom. Ik heb wel vaker dat mijn video's een soort van sferisch beeld eigenlijk zijn. Ook al gaan ze over aan de ene kant dus een ayahuasca-trip en aan de andere kant over belastingontduiking. Maar eigenlijk staan de video's helemaal niet zo ver van elkaar af. Want het gaat heel erg over de manier waarop ik mezelf dan toch uiteindelijk verhoud tot zo'n soort van wereld. En ook... in de spiritualiteit is er ook weer allemaal fantastische esthetiek, waar ik me ook weer van alles van vind. En wat ik ook weer heel interessant vind, bijvoorbeeld. Zou je dan kunnen zeggen dat je nu na de kunsthandel een nieuwe wereld bent ingestapt, namelijk die spiritualiteit, en daar de contouren van probeert af te tasten? Ja, en ook de manier... Uiteindelijk denk ik dat esthetiek gewoon heel erg bepaalt op welke manier iets ontvangen wordt. Ja, het is zo. Ik vind dat zo interessant hoe esthetiek eigenlijk een soort van beeld vormt van wat iets is. En dat heeft ook weer met taal te maken en met. Ik heb zelfs psychologie gestudeerd voordat ik de kunstacademie heb gedaan. Dus de manier waarop er in je hersenen natuurlijk een beeld gevormd wordt met allerlei schema's van wanneer iets wel een eend en wanneer is iets net niet een eend. Mm. Ik denk dat die. Ja, al die regels die daarover zijn in je hoofd, dat iets is wat ik heel interessant vind. En daar kom ik eigenlijk nu pas weer terug, terwijl dat in al mijn werk eigenlijk zit. Alleen gaat het steeds over... Is het de eerste keer voor het eerst eigenlijk dat het weer echt daarover gaat. En niet dat onderzoek binnen de kunstwereld bijvoorbeeld plaatsvindt. Ja, precies. Ja. En die psychedelische wereld waar je dan met drugs in komt, hoe ziet die eruit? Wat fascineert je daarin? Het fascineert me dat het aan de ene kant een wereld is waarin heel veel mensen heel erg zoekende zijn. En dat heb ik denk ik zelf ook al vanaf jonge leeftijd, dat het toch ook... Ja, je komt heel veel gelijkgestemden tegen. En aan de andere kant kom je ook heel veel mensen tegen die heel lang al eigenlijk zoeken en daar helemaal niks vinden, bijvoorbeeld.
Ja, het is een hele andere wereld dan de kunstwereld, omdat het veel minder, het gaat veel meer over gevoel en veel minder over nadenken en analyseren. En het gaat ook veel meer vaak over essentiële dingen misschien in het leven en minder over wat er allemaal in je hoofd gebeurt. En dat, ja, die en ook op de manier waarop die esthetiek, dat je daar ook weer bij komt. Je hebt mensen die heel new age zijn en je hebt weer mensen die daar weer helemaal buiten staan. En bijvoorbeeld, nou ja, je hebt echt spiritualiteit met numerologie en ayahuasca. En aan de andere kant heb je Advaita en non-dualiteit. Dat zijn weer hele sekke mensen die gewoon, het zijn voornamelijk mensen die vastliepen in een baan en dan in een kantoorbaan. En die dan daardoor weer in een depressie belanden en in een soort van andere spiritualiteitswereld terechtkomt. Die veel sekker is dan bijvoorbeeld wierook en mandala's of zo. Ja, ja, en al deze beeldtalen die gaan ook weer terugkomen in jouw werk. Die worden daarin opgenomen. Ja, nou, ik wil dat wel. Omdat ik het heel interessant vind hoe dat komt. Dat al die memes soort van blijven doorbestaan bijvoorbeeld. En dat ze ook weer veranderen. En ook, ja, ook de manier waarop ze gecommuniceerd worden met de niet-spirituele wereld. Dus bijvoorbeeld binnen, je hebt een bepaalde meditatie. Dat heet, weet ik even niet. Maar die hebben het weer heel erg over neurowetenschap bijvoorbeeld. En die linken alles weer aan bepaalde onderzoeken. Dus die zijn heel, heel wetenschappelijk daarin. En andere stromingen die zijn weer veel zweveriger. Je blijft een soort van antropoloog eigenlijk. Ofwel de kunstwereld, ofwel de spirituele wereld. Waar gaan we dit laatste kunnen zien binnenkort? Dit wordt te zien dat de projectruimte heet Ghost Space. En het is een website/Instagram documentatieplatform. Over, ik denk dat het over 2 weken te zien is ongeveer. En via ghostspace.co.uk denk ik. Maar het zou ook .com kunnen zijn. Ga gewoon naar mrmotley.nl, dan vind je zeker de show notes inderdaad. Dan vind je zeker de goede link. Ja. Dankjewel voor je interessante antwoorden. Bedankt. Vanavond. Then we're going to continue with Thierry Oussou. He's part of the 3-package deal of promising artists that are supported by Amsterdam's Fonds voor de Kunst en Bureau Broedplaatsen. And as you've heard, I switched to English because his Dutch is a bit rusty from... But here he is. Thierry, welcome. Yeah, thank you. Your work is called Social Archaeology. Yeah. Can you explain that? Social archaeology. I think social archaeology is just the word, but my technique for work is I'm very inspired by my environment, like with my project about Outhaven. I had interview with people who live in this area like 10 years, 15 years, and then I have manuscript, and then from the manuscript, I translate to English, and from English to French, and from French to Fon, who is my own language in Benin. Right. So from these, I try to show the development of the language combined with this city, but specifically Uithaven near to Amsterdam. So you can see Uithaven now is, you know, it's just new building, but it was fisherman area and very poor area. So now, kind of gentrification of this space. Right. So, and how does that relate to Amsterdam? What do we see in your work that make those two worlds visible? Yeah, for me, I think Amsterdam is the city we have to, like artists, I would say, it's like 2 years. I'm trying to have a studio I really like, but I can't have it. Mm. Very hard for young artists to stay, here. Yeah. But now you can see, like, I speak English with you, but my Dutch is very... sure, that's fine. So I try to,
to show, you know, this link, like, okay, you were in Amsterdam, so you cannot have easily house like an artist, but we all want to stay here, like a young artist, you want to stay. But also, you have also challenge with the language. Like when you travel to Berlin, for example, when you speak English to some people, no, they don't understand. They want to speak German with you. But here, when you speak, even with when you go to shop and then you want to buy something, the Dutch people will welcome you with English. So that's, you know, so try to talk about this layer, you know, and also combine with when you translate something from Dutch to English, you learn something, you know, is not same. When you translate from English to French, you have something like, but also when the city is in development, you also lost something in the area. Right. So you can see, but Amsterdam have very specific way to save some building, like old building, and my work talk about heritage. So I try to have like everything. Yeah, different. Okay. So in the translation between languages, some things get lost. It's lost, lost in translation. Yes. And in the transformation of cities, also things get lost. Yes. And you focus on the heritage part. Yes, I focus on the heritage part. And you make drawings, paintings? Yeah. What do we see? Can you describe one of your My drawing, you know, with my drawing, I use the concept of a paper. You know, the paper for me is like a human being. But you can see when you have the tree, you know, the paper is come from the tree. So when I start to work with the paper, like in Benin, you know, I started with a concept with a slate, you know, the small thing we use in school to give answer to the teacher, like you, Right. So something for me, I was thinking like, okay, so I make, I use the small, you know, I make very small drawing, and then I make collage with the faces, and then I make big installation with it. So from that, when I was selected for, from that 2014, I start with a little bit bigger, like 150 by 150. And then in Amsterdam, when I was in Amsterdam, in a Rijks Academic, you know, it's become bigger. So this, what I'm trying to do is I keep things in my environment and then translate to my drawing. Yeah. So like I was in Joburg and then talk about the city. And then also with here, I have some drawing who talk about the city, but not much because I always try to combine from Benin. Like I took picture from Benin, like picture the children or some people that make of the world in a very small town in Benin. So I go there and make photography. And from this photography, I try to, you know, to convert to the real artistic language. So what does this mean? Because, you know, in some city, when where I took this picture, they don't have electricity, they don't have water. But you can see they make drawing like, you know, it's drawing like electricity, you know, like the wire, and then you see something. So you see the movement. For me, I was just thinking, okay, maybe this is language and I can use to do something, about... It's a fascinating world of science, and I think we should definitely watch it. Where is your exhibition? Because you have an exhibition now, right? Yeah, I have exhibition now with Lumen Travel Gallery. Political strategy is about the game, the one odd game in Africa. So you can go there, it's open. So you can just go there and see what is, how it's going. We will definitely do that. Thank you, Jerry, for being here for us. Tot zover Kunstenslang van deze week. Volgende week zijn we weer, dezelfde tijd, dezelfde plaats. En dan zit Dominique Himmelsbach de Vries hier. Dus heel graag tot volgende week.